Welkom bij het webinar van De Omgevingswijzer. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Harriet Stoop en ik werk bij Rijkswaterstaat. Daar ben ik de coördinator van De Omgevingswijzer. En in die functie stimuleer ik enerzijds het gebruik van De Omgevingswijzer binnen de context van Rijkswaterstaat. En anderzijds doe ik namens heel Duurzaam GWW het beheer van het webtool en het instrument aan zich. Tijdens dit webinar kunnen er vragen gesteld worden, dus schroom niet. Als je ze hebt, kun je ze hier intypen. Ik zal kijken of ik ze allemaal tijdens het webinar kan beantwoorden. Maar als dat niet lukt, dan krijgen jullie een antwoord via de mail. Dus je krijgt sowieso antwoord. In dit webinar over de omgevingswijzer zal ik jullie eerst kennis laten maken met het instrument. Ik zal wat vertellen over de achtergrond en de kracht van het instrument, hoe je hem het beste in kan zetten. Ook het werken met de omgevingswijzer binnen de aanpak Duurzaam GWW, ook in samenhang met het ambitieweb, komt aan de orde. En natuurlijk, een omgevingswijzer gebruik je vaak in een sessie. Ja, en waar moet je dan op letten als je zo'n sessie voorbereidt? Wat is belangrijk? Daar zal ik ook op ingaan. En aan het eind zal ik het samenvatten. En als er dan nog vragen binnenkomen die ik onderweg niet heb kunnen beantwoorden, dan pak ik die vraag aan het eind op. De omgevingswijzer. Ja, wat is het eigenlijk en hoe kun je het gebruiken? Nou, het is een instrument om duurzaamheid een plek te geven in ruimtelijke projecten. En dan duurzaamheid, ja, dan krijg je natuurlijk direct de vraag van duurzaamheid, wat is dat? Hiernaast heb ik een foto meegenomen van een bedrijventerrein met windmolens. En ja, is dit dan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, zo die windmolens erop? Of is dit eigenlijk gewoon een bedrijventerrein? Ja, dat is een vraag die natuurlijk altijd lastig is om te beantwoorden. Maar waar de omgevingswijzer naar streeft, is juist een evenwicht tussen people, planet en profit om invulling te geven aan duurzaamheid. En je ziet hier dan ook even weergegeven hoe dat vorm heeft gekregen. De onderwerpen planet, people en profit zijn naast het instrument geplot, heb ik ernaast gezet. En er zijn vier thema's die gezamenlijk dan zo'n onderwerp invulling geven, zodat het ook concreet wordt. Want ja, planet, waar moet je dan aan denken? En het is dus wel echt gericht op ruimtelijke ontwikkelingen. En dat zie je ook zeker aan de profitkant, dat daar veel over vestigingsklimaat gaat en investeringen, bereikbaarheid. Duurzaamheid voor bedrijven of duurzaamheid voor, dat kan weer wat anders betekenen. Daar zou je andere onderwerpen neer kunnen zetten. Maar voor ruimtelijke ontwikkelingen zijn deze 12 thema's, als die met elkaar in evenwicht zijn, dan kun je spreken van een duurzame gebiedsontwikkeling. En in het instrument van de omgevingswijzer zijn dan per thema ook nog weer subthema's genoemd, zodat je ook echt een handvat hebt van waar gaat zo'n thema over. Dus bijvoorbeeld bij water gaat het dan ook over hoogwaterveiligheid, over wateroverlast, over waterkwaliteit. Daar word je allemaal in meegenomen van wat er dan binnen zo'n thema valt om er echt handen en voeten voor, voor je ontwikkeling aan te kunnen geven. En de omgevingswijzer kun je inzetten als een leidraad voor een gesprek. Dus je moet hem niet in je eentje gaan zitten inkleuren, maar het gaat er juist om of binnen je projectteam of liever nog met allerlei partners die in het gebied ook actief zijn, te kijken van dit is het gebied en wat speelt er op deze 12 onderwerpen. Om zo gezamenlijk te kijken van hoe kunnen we dan het gebied inrichten zodat er een evenwicht ontstaat en zodat het een ontwikkeling is die we duurzaam kunnen noemen. En bij het invullen van het gesprek is het een hulpmiddel dat je dan ook aan kunt geven of iets positief of negatief is. Daar kun je dan groen of rood de cirkel invullen. En daarmee wordt het ook gelijk een heel krachtig communicatiemiddel. Je ziet dat we hier een project hebben wat aardig verdeeld scoort over de verschillende onderwerpen. Dus waar je in die zin kunt zeggen van het is duurzaam. Er zitten wel nog wat aandachtspuntjes bij water en sociale relevantie is te zien. Er zitten ook wat negatieve dingen in. En zo zie je in één oogopslag hoe je project ervoor staat.
aandachtspunt bij het communicatiemiddel is natuurlijk wel, als je het zo gebruikt, alle nuances van wat je besproken hebt in de groep is weg. En dat is natuurlijk juist wel belangrijk als je je project een stap verder wil brengen om dat mee te nemen. Dus dat is, let op als je hiermee communiceert, dat die laag daarachter van die inhoud niet helemaal verloren gaat. De kracht van het instrument, want ja, je hebt de cirkel met de 12 thema's. En als je aan de hand daarvan het gesprek aangaat, dan is het heel makkelijk om het gebied centraal te zetten. En niet de oplossing die er natuurlijk vaak bij een project al, ook in het begin wel op de achtergrond schemert. Van hè, we hebben een bereikbaarheidsprobleem. Moet er niet een rondweg aangelegd worden? Moet er niet, nou ja, een brug ergens komen? Dit instrument helpt je om het gebied centraal te zetten. En daarom is het ook handig om het in combinatie met kaartmateriaal, zoals je hier ook op de foto ziet, te gebruiken. Zodat je ja, dat gebied ook in beeld hebt tijdens het gesprek. En zodat je dan met de verschillende partners die je uitgenodigd hebt ook kunt zoeken naar ruimtelijke samenhang van ideeën, van belangen. Om te kijken of er ook ergens ruimtelijke synergie is. Zodat je ja, werk met werk kunt maken en zo een stap extra kunt zetten. Nou, wat ik dus al aangaf, het is een leidraad voor gesprek. Dus gebruik het ook op die manier als een soort van agenda. Dit zijn de onderwerpen waar je het over moet hebben. En het is echt op alle schaalniveaus te gebruiken. Je kunt altijd de vertaling maken of naar nou ja, heel, heel concreet. Eén brug, één sluis waar je eigenlijk al bekend is wat er moet gebeuren. Of juist om een heel groot gebied, een hele provincie te analyseren van wat speelt hier. Waar zitten raakvlakken, waar zit samenhang. En je kunt dan steeds die onderwerpen vertalen naar de fase van het project waar je bent en het schaalniveau. Want je kunt zowel, het begin van een project is natuurlijk vaak de vraag, doen we de goede dingen? Die kun je aflopen voor de 12 thema's. En als je dan besloten hebt wat goed is, kun je ook kijken van hoe doen we die dingen zo goed mogelijk. Door gewoon opnieuw het gesprek aan te gaan met elkaar. En opnieuw die thema's af te lopen om te kijken van nou ja, hoe staan we ervoor? En hoe kunnen we dit gezamenlijk invulling geven? Dat maakt wel dat het belangrijk is om vooraf af te spreken van nou ja, hoe gaan we deze keer de omgevingswijzer inzetten? Want ja, een agenda, dan moet je toch ook wel weten waar het over gaat. En ja, er zijn vier manieren hoe die ingezet kan worden. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk ook een beetje een glijdende schaal tussen die verschillende aanpakken. Je kan het echt als een gebiedsanalyse gebruiken. Je kunt ook een project wat al redelijk gedefinieerd is centraal zetten om de impact van het project te bepalen. Je kunt het gebruiken als je verschillende alternatieven hebt om die te vergelijken of meer als een checklist. En ik zal van al deze vier een kort een voorbeeld geven. Als eerste de gebiedsanalyse. Nou ja, ik neem aan dat jullie de kaart herkennen als Zeeland. Bij de gebiedsagenda Zee en Delta is de omgevingswijzer gebruikt om te kijken van nou ja, wat speelt hier allemaal in dit gebied? En er was, toen begonnen werd met de gebiedsanalyse, was het idee van nou zoutwater, dat is echt het leidende thema wat we hier, waar we hier handen en voeten aan moeten geven in deze gebiedsagenda. Maar aan de hand van de omgevingswijzer bleek eigenlijk van nee, er zijn ook wel heel veel thema's die juist samenhangen met zoetwater en de beschikbaarheid daarvan. En ja, dat is toch wel een vraagstuk waar ook weer een dynamiek zit die niet direct samenhangt met zoutwater. Dus juist nou ja, om zowel dat zoute water als het zoete water allebei voldoende aandacht te geven, is er toen gekozen om een extra hoofdstuk op te nemen wat echt specifiek op zoetwater ingaat. Dus nou ja, dat is het schaalniveau van gebiedsanalyse. Maar ook dat kun je natuurlijk kleiner pakken van een dorp, een stad, een gemeente waar je het kunt toepassen. Als tweede een voorbeeld om een impact van een project te bepalen. Door het plaatsje Het Harde loopt een weg, een provinciale weg. En er werd in het dorp, die weg werd toch wel echt als barrière tussen de ene helft en de andere helft ervaren. En de vraag was van nou, kan er niet een rondweg gemaakt worden? En ja, hoe en wat en waar dan die rondweg precies moest komen, dat was wel nog een knelpunt. Omdat het Harde ook grensde naar Natura 2000 gebied. Dus ja, met natuur zat je altijd moeilijk.
Dus toen is de omgevingswijzersessie gedaan. Eigenlijk ook met het idee van, nou ja, om te kijken hoe kunnen we dan met die natuur omgaan. Maar het bleek eigenlijk dat juist bij de thema's aan de menskant, je ziet daaronder ook een groot rood blok verschijnen. Het Harde is niet zo'n heel groot dorp. En de middenstand is ook wel heel erg afhankelijk van de mensen die even een stop maken, die over die weg rijden. En het was toch wel het idee van, ja, als we heel die weg uit het dorp halen, verdwijnt er dan niet ook heel veel middenstand. En nou ja, hier bleek dus ineens dat er op welzijn en veiligheid, dat is nou ja, dat hele groene blok ernaast bij nummer 7, allerlei positieve effecten te verwachten waren. Maar dat er toch ook een heleboel negatieve effecten te verwachten waren, juist bij leefbaarheid van het dorp en het voorzieningenniveau. Dus toen is er besloten van, ja, moeten we de weg niet gewoon beter inpassen in het dorp? En zeker als je dan natuurlijk ook naar financiën kijkt, wat kost het om een rondweg aan te leggen en wat kost het om zo'n weg beter in te passen? Dat bleek dat dat toch wel een heel aantrekkelijke optie was. Nou ja, en dat is uiteindelijk ook, daar is de provincie verder mee gegaan. Dus zo zie je de impact van een project die dan ook richting geeft aan het zoeken naar alternatieven. En wat ook kan, is als er verschillende alternatieven zijn, dat je het meer bij de besluitvorming, de omgevingswijzer inzet, om te kijken van ja, deze alternatieven, wat doet dat op duurzaamheid? Hoe zien de verschillende partners de kansen om straks ook als dit project gerealiseerd is, om dan ermee verder te gaan? En hier een voorbeeld van de Gerrit Krolbruggen in Groningen. Die gaan over het Van Starkenborghkanaal. En zeker in de spits, nou ja, is er veel verkeer over die bruggen. En ja, toch ook voldoende scheepvaartverkeer. Wat maakt dat die brug met regelmaat open staat? En de vraag was, de brug moet vervangen worden. Leggen we eigenlijk gewoon dezelfde brug, hetzelfde niveau, alleen een nieuwe neer? Dat is de bovenste cirkel die je ziet staan. Of maken we een heel ander type brug die hoger is, met ook juist voor OV-verkeer en fietsers, dat de brug veel minder vaak open moet, zodat die in de spits veel, nou ja, voor het wegverkeer een veel grotere doorstroming heeft. Nou, en dan zie je ook wat dat in die twee cirkels het verschil geeft op doorstroming, maar ook natuurlijk op vestigingsklimaat, bereikbaarheid. Het ziekenhuis zit ook nou ja, voor een deel van de stad aan de overkant van de brug. Ja, als de ambulance eraan komt en de brug staat net open, is dat natuurlijk toch vervelend. Dus dat verklaart voor een deel ook gezondheid, waarom dat zo goed scoort. Met natuurlijk dat al die wachtende auto's en die wachtende bussen ook niet echt goed zijn voor fijnstof en zo. Dus nou ja, daar is bij dit project is de omgevingswijzer ingezet om die verschillen tussen die twee alternatieven echt goed in beeld te brengen. En als laatste een voorbeeld waar die als checklist is gebruikt. Bij de MEERT onderzoek Rotterdam-Den Haag. Dat is een onderzoek naar bereikbaarheid van die hele regio. En er werd gekeken zowel naar OV-bereikbaarheid als naar de bereikbaarheid voor het autoverkeer. Echt, nou ja, hoe is het gebied ontsloten? En alleen daarin zat natuurlijk al een heel stuk duurzaamheid door ook naar OV te kijken. En op een gegeven moment is, ja, om even uit de waan van de dag te stappen van, nou ja, hoe zijn we nou met het project bezig? Is er een groep geweest intern in het projectteam die de omgevingswijzer heeft ingevuld. En die kwamen erachter echt als checklist van, nou ja, wat hebben we, wat zijn er nog onderwerpen die we mogelijk mee kunnen nemen in de alternatieven? Of waar we juist in het afweegkader iets mee kunnen? Of ja, zo'n MEERT onderzoek is natuurlijk toch ook de hoop dat daar een vervolg op komt. Zijn er nog aandachtspunten voor het vervolg waar het eigenlijk logisch is dat we dat nu nog niet hebben meegenomen? Nou ja, zo is hij dus als checklist ingevuld. En er kwam uit van, goh, bewegen en gezondheid als gevolg van bewegen staat nog niet echt op de kaart. Terwijl als je het natuurlijk over bereikbaar hebt binnen zo'n stedelijke regio, is de fiets natuurlijk ook echt een oplossing. Dus mede aan de hand daarvan is er ook meer aandacht voor het fietsen en de bijdrage van de fiets in de metropoolregio gekomen. Dus zo kun je het ook als checklist gebruiken om even uit de waan van de dag te stappen en te kijken van, nou ja, hebben we nog alles op ons netvlies? Dus dat zijn de
ja, belangrijkste manieren hoe je hem in kunt zetten. Maar wat ik zeg, meestal is het natuurlijk ook een soort van combinatie ergens tussen die mogelijkheden. Nou ja, voor iedereen die de aanpak Duurzaam GWW kent, is natuurlijk ook kent niet alleen de omgevingswijzer, maar ook het ambitieweb. En ik merk dat daar soms verwarring ontstaat, omdat de thema's natuurlijk grotendeels gelijk zijn. Hiernaast een plaatje van het ambitieweb. Ook weer 12 thema's. Maar je moet het echt zien als twee instrumenten die elkaar aanvullen. De omgevingswijzer is echt het zoeken naar de impact van het project en de kansen onderzoeken. En het ambitieweb kan je gebruiken om ambities te bepalen. En dat is natuurlijk ook heel goed als je eerst gekeken hebt van waar zitten de kansen en wat voor impact heeft mijn project. Om dan ook gezamenlijk met de partners die bij het project betrokken te zijn. Dan te kijken van zijn er ambities op een bepaald onderwerp of juist niet. En gaan we dus bepaalde kansen juist wel of juist niet oppakken. Dus zo versterken deze twee instrumenten elkaar. Ik zie een vraag binnenkomen. Zijn de 12 thema's stabiel of verandert het aantal of de inhoud in de toekomst? Nou, dat is op zich een heel goede vraag. Want op dit moment, en dat zullen een aantal van jullie misschien gemerkt hebben, zijn we bezig om de omgevingswijzer weer eens even tegen het licht te houden. Het idee van het aantal van 12 thema's blijft denk ik wel stabiel. Juist ook omdat het natuurlijk gaat om dat evenwicht tussen die verschillende thema's, people, planet en profit. En ja, die 3x4, ja, je zou er natuurlijk ook 3x5 van kunnen maken of iets. Maar dat is wel het idee om dat stabiel te houden. We zijn nu wel aan het kijken, omdat er juist ook in de sector profit wel veel vragen zijn en die in het ambitieweb ook net anders is ingevuld, om te kijken of we profit niet nieuw tegen het licht kunnen houden. Om ook bijvoorbeeld, de omgevingswijzer is ondertussen 5 jaar oud. Circulaire economie heeft een ontzettende vlucht genomen in de afgelopen 5 jaar. Dus of we daar niet ook meer handen en voeten aan kunnen geven in een volgende versie van de omgevingswijzer. Dus zijn de 12 thema's stabiel? Nou, niet helemaal. Maar het is echt niet zo dat er heel grote veranderingen in alle sectoren te verwachten zijn. Het is dan echt op hoofdlijnen dat er gesproken wordt van goh, moet dat niet eigenlijk water- en klimaatadaptatie heten? Nou, dat zit al in de vragen daaronder. Dus dat gaat dan echt over het wijzigen van een titel. En anderzijds dus van circulaire economie is een onderwerp waar heel veel ontwikkeling plaats heeft gevonden. Moeten we die niet opnemen. Dus ik verwacht in het komend jaar wel kleine wijzigingen, maar echt kleine wijzigingen. Hij blijft er hetzelfde uitzien. Ik ga weer terug naar mijn presentatie. Omgevingswijzer en Duurzaam GWW. En dat is misschien nog goed om te zeggen in die aanvulling van zijn de 12 thema's stabiel. De 12 thema's tussen het ambitieweb en omgevingswijzer komen net niet overeen. En dat is natuurlijk ook een reden om daar ook bij de actualisatie te kijken. Of we daar misschien nog de laatste slag kunnen doen om het gelijk te trekken. De aanpak Duurzaam GWW. Ik neem aan voor de meeste van jullie gewoon bekend. Als eerste de stap onderzoek, vraag en ambitie. Als tweede analyseer de kansen en dan besluit ook over de op te pakken kansenambitieniveau. Daar had ik het net natuurlijk ook al over. Verwerk die, waar je besloten hebt op te pakken. Verwerk dat ook in het ontwerp en de specificaties. Zorg dat er een helder besluit over komt. Dat je terug kan vinden van waarom heb je besloten iets wel of iets niet mee te nemen. En leg daar ook verantwoording over af. En binnen deze 6 stappen is de omgevingswijzer eigenlijk het meest krachtig in de eerste 2 in te zetten. Om vraag en ambitie te onderzoeken en om die kansen te onderzoeken. Daar is de omgevingswijzer bij uitermate geschikt voor. Je kunt daar goed verschillende partijen uitnodigen om gezamenlijk die kansen te onderzoeken. En om daarna, en dan is natuurlijk de het ambitieweb het meest geëigend om dat instrument in te zetten. Om dan ook te besluiten van waar kiezen we ons ambitieniveau. En die eerste 2 stappen is dan vaak ook in de vorm van de impact van het project. Om dat in beeld te brengen. Dan wel om
het gebied te analyseren. En bij het verwerken in het ontwerp en de vraagspecificaties, dan wordt die vaker, als de omgevingswijzer daarin gezet wordt, meer als checklist ingezet. En bij de stap van besluiten is het meer in de rol om dan alternatieven die ontworpen zijn te vergelijken. Dus het instrument kan daar zeker ingezet worden, maar het krachtigste is die in die eerste twee stappen om die kansen in beeld te brengen. En dan een goede omgevingswijzersessie. Wat maakt nou een sessie een goede sessie? Ja, je bent toch wel, het gaat om het gesprek, dus je bent enorm afhankelijk van de mensen die er aanwezig zijn en de gespreksleider. Dat is toch wel echt cruciaal dat je een goede facilitator hebt die zorgt dat iedereen aan bod komt in het gesprek, die ook kan helpen om de vragen uit de omgevingswijzer specifiek te maken voor het project. Want de omgevingswijzer wordt ingezet in verkenningen tot aan voorbereiding, realisatie, voor dijkversterkingen, bereikbaarheidsproblemen, tot aan het maken van een sluis. Dus die diversiteit maakt dat de vragen nooit exact goed zijn. En daar kan zo'n goede gespreksleider, een goede facilitator van de omgevingswijzer bij helpen. En het is natuurlijk belangrijk dat ook de juiste mensen met kennis van het gebied aan tafel zitten om te zorgen dat het juiste, de juiste input uit het gebied gedeeld wordt. En zeker facilitatoren die meerdere sessies al begeleid hebben, die kunnen daar ook echt bij helpen om te zorgen dat ieder project heeft natuurlijk toch zijn eigen dynamiek, omdat daar, dat daar de juiste deelnemers bij uitgenodigd worden. En in de sessie is het wel heel belangrijk dat het gebied waar het over gaat, dat goed is afgebakend. Ik heb hier een plaatje van het programma Smartways. Ja, daar zie je al, van dat is half Zuid-Nederland. Ja, als je daar een omgevingswijzersessie voor wil inzetten, dan ga je natuurlijk ten eerste andere mensen uitnodigen. Maar dat betekent ook dat het gesprek wel op een heel abstract niveau zal blijven. En dat is natuurlijk dan wel de vraag van wat voor kansen wil je ophalen? Is het misschien logischer om verschillende omgevingswijzersessies voor bijvoorbeeld de verschillende steden of juist de verschillende verbindingen tussen de steden te houden? Dus het doel van de sessie, waar sta je in het project en wat is de vraag die je aan iedereen stelt, moet ook wel heel helder zijn, zodat je ook op basis daarvan hem goed kunt invullen en de juiste mensen kunt uitnodigen. En de praktijk leert dat die 12 thema's, als je dat in één sessie wil bespreken, dat gewoon heel erg veel is. Dat kan natuurlijk door de groep op te knippen of door meerdere vervolgsessies te houden. Of juist door het, er zijn wel, veel facilitatoren hebben daar ook wel trucjes voor. Maar wat er ook veel gebeurt is dat er in het begin gekozen wordt van wat zijn de thema's waar we het echt over willen hebben. En wat zijn de thema's die leuk als ze aan bod komen, maar is niet zo erg als het in deze setting niet aan de orde komt. Dus dat is ook heel belangrijk om daar overeenstemming over te hebben. We beginnen bij deze thema's en die komen daarna, zodat in ieder geval de belangrijkste thema's voor dat project aan bod komen. Ja, en de deelnemerslijst, ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Het gaat om het gesprek, dus het gaat om de mensen die aan tafel zitten. Dat is cruciaal. Nou, een heleboel informatie, dus ik zal mijn best doen om nog even kort samen te vatten, zodat jullie ook het makkelijk mee kunnen nemen. De omgevingswijzer, het gaat dus om het evenwicht tussen people, planet en profit voor ruimtelijke projecten. Het is in te zetten op heel veel verschillende schaalniveaus, maar wees daar dus ook heel bewust waarvoor je hem gaat gebruiken. Verschillende doelen, maak ook de hele groep die aanwezig is duidelijk wat je wil, zodat dat niet tot verwarring kan leiden. Omdat het soms natuurlijk voorkomt dat mensen al een keer een eerdere sessie hebben meegemaakt met net een ander doel, dus andere verwachtingen hebben. Het gesprek staat centraal, zet dat dus ook centraal. Ja, en als je een heleboel mensen uitnodigt, bereid een sessie dan ook goed voor, zodat je er echt het maximale uit kunt halen. Dat is mijn verhaal. Ik zie ondertussen alweer meer vragen binnenkomen van deelnemers. Als eerste hier de vraag, onder welk thema valt cultuurhistorische waarde? Cultuurhistorische waarde, die zit bij, dan moet ik het uit mijn hoofd doen. die zit bij ruimtelijke kwaliteit onder.
Daar wordt gekeken naar zowel belevingswaarde, toekomstwaarde en gebruikswaarde. Maar daar zijn ook specifieke vragen over opgenomen over cultuurhistorische waarde. Om te zorgen dat die aan de orde komt in een project. En dan de volgende vraag. Hoe kan ik de omgevingswijzer concreet toepassen als omgevingsmanager? Wat de kracht van de omgevingswijzer, hè, is dat gesprek tussen verschillende deelnemers. En daar merk je vaak dat er dan ook begrip ontstaat door de verschillende dilemma's en de verschillende belangen die iedereen op tafel legt. Begrip ontstaat tussen de verschillende deelnemers van, oh ja, hè, ik heb mijn eigen belang, dat heb ik hier ingebracht. Daar wordt naar geluisterd, maar er zijn ook andere belangen die daarmee conflicteren. En door het vroeg in een project in te zetten en juist met al die partijen dat gesprek aan te gaan, ontstaat er ook een stukje begrip voor de afwegingen die gemaakt moeten worden. En kan je zo ook die afweging, de mensen daarin meenemen. Dus daar is hij, als omgevingsmanager, het vervangt niet. Echt niet alle één-op-één klantgesprekken die je moet hebben. Dat gaat gewoon door. Maar het kan wel een handvat zijn om juist ook een gezamenlijke sessie te organiseren. De volgende vraag. Op welke wijze worden financiële consequenties meegenomen? Binnen het cluster van de vier thema's van Profit, daar zit ook een van de thema's naast bereikbaarheid, vestigingsklimaat voor bedrijven en vestigingsklimaat voor bewoners, zit daar ook het onderwerp investeringen in. Verschillende vragen gaan daar enerzijds op het investeringsbudget, anderzijds ook over lifecycle costing, want dat is natuurlijk ook, hè, investeringsbudget is één, er moet nu geld voor zijn, maar het moet natuurlijk ook te onderhouden zijn. En soms is het slim om nu iets meer uit te geven, zodat er later in het onderhoud het minder kost. Dus in dat vakje met die investeringen, daar is ook ruimte om het gesprek over de financiële consequenties te hebben. De volgende vraag. Waar kan ik een goede facilitator vinden voor een sessie? En biedt Rijkswaterstaat hierbij ondersteuning? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Hoe vind je een goede? Verschillende marktpartijen hebben veel ervaring met omgevingswijzersessies. Dus die kunnen je goed helpen met het faciliteren van zo'n sessie. En ook binnen Rijkswaterstaat is er een netwerk van facilitatoren. Voor de mensen van Rijkswaterstaat die kijken. Elke regio heeft een regiocoördinator voor de omgevingswijzer. Dus als je op intranet kijkt, vind je daar in ieder geval je eerste contactpersoon voor jouw regio. En die kan je dan ook verder helpen aan een goede facilitator voor de sessie. En voor overheidspartijen die samenwerken met Rijkswaterstaat, kun je natuurlijk ook de mensen van Rijkswaterstaat vragen om contact op te nemen met die regiocoördinator voor de omgevingswijzer, om zo te kijken hoe binnen jouw project daar invulling aan gegeven kan worden. In hoeverre is het omgevingswijzerteam onderdeel van het project? Het team van de omgevingswijzer, waar ik onderdeel van ben, dat is echt gericht op implementatie. En wij helpen de omgevingsmanager en de technisch manager en de projectmanager met de rest van hun projectteam om een omgevingswijzersessie op te zetten en om de uitkomsten te implementeren binnen hun project. Maar in zoverre is het wel de bedoeling dat juist de uitkomsten van de omgevingswijzer een integraal onderdeel worden van het project. En dus niet binnen een teampje aan de zijlijn staan en zo nu en dan vanaf die zijlijn iets roepen naar een technisch manager of naar een omgevingsmanager. Het moet gewoon onderdeel worden van het opzetten van de alternatieven, van het werk van de omgevingsmanager. De sessie moet natuurlijk ook afgestemd zijn met de klantgesprekken die er gevoerd worden. Dat het niet als een verrassing komt en dat het logisch past in het proces van het project. Dus het moet juist integraal onderdeel zijn. Nou, ik zie dat voor nu de vragen even opgedroogd zijn.
Mocht je na afloop van deze sessie nog iets te binnen schieten, dan zie je hier in beeld ook een e-mailadres staan, omgevingswijzer@rws.nl. Daar zitten in ieder geval mensen die nog vragen die binnenkomen, die later na deze sessie nog binnenkomen, kunnen beantwoorden. En als je benieuwd bent naar hoe de omgevingswijzer er nou echt uitziet en het gebruik, het hele instrument is te vinden op www.omgevingswijzer.org. En daar vind je ook een verdere toelichting voor het gebruik. Bedankt voor jullie aandacht en wie weet tot een volgend webinar.